Hollywood, gelegen in California, in de Verenigde Staten. Het is een stadsdeel van Los Angeles en is beroemd vanwege de vele films die er worden gemaakt. Hoe komt dat eigenlijk? Daarvoor moeten we terug in de tijd. De films kwamen uit Europa naar de Verenigde Staten en werden er enthousiast ontvangen. In New Jersey stichtte Edison de Amerikaanse afdeling van de Pathé op, toentertijd de belangrijkste filmproducent van Amerika. Door rechtszaken aan te spannen, kreeg hij veel patenten in de hand. De filmmakers wilden zo ver mogelijk van New Jersey, dus gingen ze allemaal naar Hollywood. Voornamelijk in 1911 werden de eerste filmstudio's gebouwd. 1920. De economie groeide in Amerika en dus ook in Hollywood. De films deden het goed. Doordat de filmindustrie in Frankrijk en Italië ingestort was door de Eerste Wereldoorlog. Veel acteurs trokken dus naar Hollywood. Het is te vergelijken met een etnische wijk. Ze leefden in een eigen groep met voorzieningen die voor de filmmakers en de acteurs belangrijk waren. Zo konden ze goed met elkaar samenwerken als er films gemaakt werden. Nog steeds worden er veel films in Hollywood gemaakt voor groot internationaal publiek. No, I am your father. Open your eyes. You should not be here.